De week van de duurzaamheid werd vanmiddag afgesloten met de winnaars van een leuke prijs. Een gerecyclede fiets. En twee dames zijn de winnaar. Dames, jullie zijn? Elisabeth Jansen. En Amber Blonk. Wat was jullie idee? Ons idee was een bord van gerecycled plastic. Gewoon ook om de duurzaamheid erin te behouden. En met daar tekst erop om mensen zeg maar... Bewust te maken? Bewust te maken om dat onze voetafdruk erg groot is van de gemiddelde Nederlander. En dat die echt kleiner moet. Want dat we op dit moment anderhalve wereld nodig zouden hebben om alles wat wij verbruiken om zo te blijven leven. En dat het dus echt niet meer kan. En ik had het idee van het bewust maken en het bord en zo bedacht. En ik had de tekst geschreven. En Amber had het idee van een app dat je door de supermarkt kon en producten kon scannen. Waardoor je kon zien hoeveel ze hectare ze zeg maar innemen of hoeveel ze kosten om dat te maken. Heb je dit idee al in de klas voorgesteld? Want hoe reageren jouw klasgenoten dan? We hadden het idee bedacht tijdens aardrijkskunde, allebei zeg maar apart. Toen hadden we het nog niet samengevoegd. En echt op het einde was de les eigenlijk al afgelopen en de deadline was om 12 uur. Dus toen mochten we nog verder tijdens Frans. En toen hebben we dat snel afgemaakt en nog aan een paar klasgenoten verteld. En die vonden het allemaal wel een goed idee. En toen dachten we, nou dan gaan we dat toch nog opsturen. Ineens ook naar voren geroepen, dus we waren wel verrast. Ga je nu uitwerken samen met de directeur van de school en misschien met Bert Visser en Miranda de Ruiter, de wethouder? Want dit zou misschien in Gemert-Bakel een mooi project zijn om het uit te laten voeren. Ja, ik zou het wel leuk vinden om het nog verder uit te voeren, dus ik ben benieuwd. En nu met die fiets naar huis, maar we hebben één fiets. Hoe doen we dat, dames? Ja, we zijn hier ook met één fiets gekomen, omdat ik geen fiets bij had. Dus in dat geval komt het wel goed uit. Ja. Een duurzame fiets, gerecyclede fiets, had je mooi vaker gezien? Ja, bij ons op de basisschool hadden we ook een paar kinderen. Die. Ja. Dus, maar is die blitz genoeg voor jullie meiden? Ja hoor. Gaan we jullie in de toekomst nog vaker horen met nieuwe ideeën? Want staan hier twee nieuwe professoren? Dat weet ik niet eigenlijk. Nou, ik vind het wel heel erg interessant om hierover na te denken. Ik ben nog steeds aan het zoeken wat ik wil worden en zo, dus misschien wel. Nou, wie weet dat we nog iets met de Coco Awards de komende jaren nog iets van jullie gaan horen. Misschien wel, ja. Nou, van harte gefeliciteerd. Dank je. We gaan tossen wie met de fiets naar huis mag en dan kan er zo meteen fietsen meiden. Ja.